Hoe was jullie première? Ja, echt waanzinnig. Ja, echt heel. Klein beetje thuiswedstrijd denk ik, Amsterdam toch, hoofddorp? Ja, het was wel lekker erbij. Voor mij niet, hè? Nee, joh, want Godaarts, hoe is dat om in toch een beetje Amsterdam stuk te spelen? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ik kom uit de Muiden, dus dat ligt vlakbij Amsterdam eigenlijk. Maar ja, het is echt een feestje. Het was echt een groot feest. Hebben jullie allebei gestudeerd? Is dit wat je wil? Dit is wat ik wil, ja. Ja, absoluut. Stefan en ik, goedenavond. Het was weer een feestje, denk ik. Ja, vond jij het leuk? Ja, ik vond het geweldig. Ja, wij ook. Wat maakt dit een stuk nou zo speciaal voor jullie? Nou ja, voor ons sowieso dat we het na 2 jaar weer oppakken natuurlijk. Dat is heel speciaal. En gewoon dat het een feestje is om te doen. En dat, dat we een hechte groep hebben die het met alle liefde elke avond speelt. Ik denk dat dat het heel bijzonder maakt. Nu ben jij de Benjamin van de drie heren. Hoe is het bevallen vanavond? Ja, waanzinnig leuk. Ja, het is echt het is zo'n leuke groep mensen. Het was echt alsof je in een warm bad terecht kwam om deze voorstelling te maken. Omdat zoveel mensen elkaar natuurlijk al kenden. En ik heb me geen moment een buitenbeentje gevoeld, gelukkig. Dus ja, ik voelde me heel welkom en het was echt heel gaaf om te doen. Ja. Begin van het drukseizoen, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Sorry, ik kwel helemaal van. Maar alsjeblieft. Nee, het wordt een prettig seizoen, ja, dat wel. De mooie koppen er vanaf, denk ik, een geslaagde première? Ja, ik bedoel, kijk, het is toch ben je weer een beetje gespannen. Want je wilt zo graag goed doen altijd. Maar ja, het blijft een feestje om te doen. Wat maakt het nou zo'n feest voor jou? Nou, ik ben vooral bij Blonde Geet heel blij dat ik het na 2 jaar weer mag doen. Omdat je bent toch 2 jaar verder. Het verhaal, de rol is gewoon heel leuk. Ik denk dat het ook best wel bij me past. Om nieuwe ingangen weer te bekijken en zo. Dus ja, en de groep ook. De mensen, het verhaal, de muziek. Dus ik heb wel iets met de Amsterdamse... Elke avond een feestje? Ja, dat eigenlijk wel, ja. En vooral ook dat je merkt dat zo'n zaal met je meegaat. Dat is ja, het is wel heel fijn. Nou ja, toen wij hier binnenliepen op de eerste dag dat we met het decor aan de slag gingen, voelden het alsof we nooit waren weg geweest. Maar goed, we hadden toch wel weer een aantal weekjes nodig om alles na 2 jaar weer in de smiezen te krijgen. Dat is dan toch nodig. Je denkt van, dat hebben we een heel seizoen gedaan, dat kennen we nog, maar dat valt toch nog tegen. Ja. Maar dan sta je weer op een première en dan is het alles weer als vanouds. Ja, echt lekker. Ja. En dan toch met een nieuwe kast. Je hebt een nieuwe buurman zo gezegd. Was het even wennen of ging het meteen klik door? Nou ja, ik kende Stefan van Jersey Boys, dus we hadden al samen een hele tijd gespeeld. Maar dat ging eigenlijk gelijk goed. We hadden gelijk wel een klik. Ja, zeker. Dus dat is... Het was aan het begin even wennen, omdat Job Bovenlander dit natuurlijk 2 jaar geleden gespeeld had. Niet eens wat hij doet nu, maar wat... Ja. En het is... Maar het was gelijk. Hadden we gewoon die klik die je moet hebben met z'n drieën. En dus het gaat hartstikke goed. Ja. Je hebt er ook nog een eigen sausje aan gegeven, volgens mij. Ze hebben het script sowieso een beetje veranderd. Dus het was voor mij niet een rol die ik totaal kon kopiëren.
Wat voor mij wel fijn was, want dan krijg je minder snel de vergelijking. Dan kan je er echt een beetje je eigen draai aan geven. En ja, dat is denk ik wel gelukt. Zeker. Zeker leuk. En voor jou ineens, ja, schelen? Ja, dat was ook lastig. Want ik heb natuurlijk Job dat een heel seizoen lang naast me horen doen. Dus dan is het toch de kunst om het je eigen te maken en weer te voelen van, hoe wordt mijn schelen? En dat is toch anders geworden dan die van Job. Ja, het was weer een feestje, denk ik, vanavond. Ja, het was een heel feestje. Ja, de Jordaan in Hoofddorp was het. Het was wel lekker, toch een thuiswedstrijd. Toch een klein beetje in de buurt van Amsterdam, denk ik. Ja, zo vlak bij Amsterdam, dat voel je ook. Mensen zingen mee, klappen mee. Het is echt een feest. En voor mij is het de eerste keer dat ik aan de Jantjes meedoe. En nou, je weet gewoon niet wat je overkomt. Als je op toneel staat en je hoort wat die zaal allemaal doet. Nou, het is echt geweldig. Hè? Ja. Wat maakt die Jantjes nou zo speciaal? Want het is altijd feest, volgens mij. Ja, omdat alles erin zit. Wat van alle tijden is jaloezie en haat en liefde en vriendschap en geluk en ongeluk. Nou, alles bij elkaar. En feest vooral. En dat vindt een feestje vindt iedereen leuk natuurlijk. Ja. Een feestje, daar houdt iedereen van. Absoluut. Ja. Je nagels zijn voortdurend in je raam. Toch heb ik handen. Het verbaast mij enorm altijd dat de Jantjes in het hele land aanslaat. En dat iedereen meezingt van Groningen tot Maastricht en zo. Dus dat is denk ik toch, het is wel Amsterdams. Maar wat ik net zei, al die gevoelens die zijn universeel. Dus het is ook meteen een Hollands stuk, een oer-Hollands stuk. En iedereen dat is een beetje Amsterdams, denk ik. Elke Hollander is Amsterdammer, hè? Zoals Michel van der Plas ooit zei. Oh ja? Ja, of Jelle de Vries. Even niet weten. Amsterdam is ook speciaal, denk ik dan. Amsterdam is gewoon een hele mooie stad waar al van alles kan eigenlijk. Nog steeds. Absoluut, het is natuurlijk de mooiste stad. Dat wel. Dat wel. Dat weer wel. Je nagels zijn voortdurend in je raam. Toch heb ik mijn handen in. Want dan is zoveel van je haal. Alleen in de sporen aangesloten. Maar ik had fatsoenlijk niks aan denkend. Goedenavond, de tweede première, maar waar haalt u de energie vandaan? Ja, wat denk je met zo'n cast en zoveel plezier en zo'n prachtig stuk met heerlijke muziek. De mensen in de zaal die komen vrolijk binnen. Bij het eerste liedje beginnen ze al te klappen en bij het laatste liedje is iedereen blij en gaat vrolijk naar huis. En toch ook weer even teruggedacht aan die tijd in Indonesië die niet de leukste is geweest voor heel veel jonge mannen. Eigenlijk gebeurt dat nog steeds. Het verhaal is heel tijdloos en het is mijn lievelingsrol. Ik heb nog nooit me zo lekker gevoeld in de kleding, in mijn pruik, in mijn smink. Het liefst zou ik dit aanhouden nu. En dan gewoon weer naar de première toe gaan. Ja. Met u, want u danst, springt, zingt, straalt, van alles. Ja, nou, ik weet ook niet hoe lang ik dat volhoud, maar voorlopig gaat het nog goed. Dus, ja. Ik ga gewoon zeggen, tot over 16 jaar. Nou, als dat zou kunnen, ja hoor, als ik er nog ben, ga ik toch proberen of ik het nog kan.